Jurgen Matthijs, het is geen schande om van PSV te verliezen. Het is jammer dat jullie er toch niet echt een wedstrijd van hebben kunnen maken. Nee, ik denk dat je het moment voor de rust dat was zuur. En dan probeer je nog zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. En er is nog een fase dat je op hun helft voetbalt. Dan weer de afvallende bal en dan kan je ze wel onder druk zetten, maar echt kansen creëren. Dat doe je ook niet. Ja, dat is jammer. En tegen het einde aan spelen, en dat denk ik goed uit. Ja, want je had ook op het idee dat PSV een beetje op 80% speelde. Dat ze niet voor overgave hier waren. Het leek wel of ze al bij de Champions League in hun hoofd waren. Ja, en ik denk dat we in de tweede helft deden we dat goed. Op de allerlaatste fase na. Dan konden we toch niet net de bal vinden om een kans te krijgen. En dan speel je wel. Je speelt wel goed en dat doe je goed. Maar tegen het einde was het wel klaar. Sleutelmoment is inderdaad misschien de 1-2, de allerlaatste minuut van de eerste helft. Wat gaat daar mis wanneer Luc de Jong vrij trap vrij kan inkoppen en ja, niemand loopt met hem mee? Ja, nee, ik denk dat we wel als team wat slimmer moeten staan bij zo'n vrij trap. Want we deden het goed met een aantal man achter ons en dan word je of geblokt of je gaat te laat lopen. En dat moeten we beter doen. En dan komen ze met z'n allen vrij en dan is de jongen op de goede doel. Jullie kregen een penalty in de eerste helft, waardoor jullie terugkwamen in de wedstrijd. Was dat erin? Ik moet het heel eerlijk zeggen, ik stond er zo ver vandaan dat ik het niet goed kon zien. Alleen op de manier hoe makkelijk floot vond ik het, was het dan een penalty. Alleen ik heb het nog niet teruggezien, dus daar kan ik niks over zeggen. Geen paniek, want dit zijn niet de wedstrijden waar jullie de punten moeten halen. Maar hebben jullie toch niet soms een resultaat nodig tegen een topclub om echt te weten waar je staat? Ja, ik denk dat je deze wedstrijden wil je als team bewijzen. En als je dan 3-1 verliest, dat is zuur. En zeker als je thuis speelt. Kijk, we kunnen gewoon iedereen lastig maken. En ik denk dat als we de tweede helft, in die fase, als we dat heel de wedstrijd doen, als we wat hoger druk gaan zetten, dat we het misschien wat langer konden doen. En dat hebben we niet goed gedaan. En we hadden wel veel positieve dingen zijn. Ik denk als je het ten opzichte van Feyenoord kijkt, is dit dan weer een stuk beter tegen de topploeg. En volgende wedstrijd zien we wel. Je speelt goed en je speelt tegen een van de betere spitsen van Nederland, tegen Luc de Jong. Maar hij scoort uiteindelijk wel. Ga je dan toch met een vervelend gevoel de kleedkamer in? Ja, ik moet gewoon slimmer zijn. Ik moet ervoor zorgen dat hij niet kan koppen. En ik denk het moment daarvoor, ik weet niet of het een vrije trap was, maar ik moet wel iets slimmer zijn. En dat reken ik mezelf zeker aan.